Sinds begin september wordt iedere woensdag geoefend voor de schoolmusical die op 22 en 23 november wordt uitgevoerd. Het was wel veel werk en een korte tijd, dus we hebben ook naast die woensdagmiddagen nog andere dagen moeten gebruiken om het helemaal op tijd af te krijgen. De musical gaat over een jong gezin. En vader is nou niet zo blij, diep ongelukkig eigenlijk. Hij vindt dat hij erg weinig verdient. Hij hoopt op een hoofdprijs en die wint hij ook. Daardoor gaat vader sterk veranderen. Hij wordt een beetje een macho figuur. En het wordt in het gezin niet zo leuk meer. De gezelligheid verdwijnt en dan gaat vader met zijn gezin naar een musical. Want hun zoon die heeft de hoofdrol in de musical. En daar houdt die zoon eigenlijk vader een spiegel voor. De boodschap is, doe maar gewoon, ook al ben je rijk, je bent niet meer dan een ander. Vandaag zingen kinderen de liedjes in. Alles wordt opgenomen en tijdens de uitvoering zingen ze daar weer overheen, zodat alles nog massaler klinkt. Nou, het lastigste voor die kinderen is met name natuurlijk de concentratie. Het vraagt veel van hen. Als je kijkt naar hoe vaak ze natuurlijk iets opnieuw moeten doen, ja, dat is logisch, maar dat moet nou eenmaal. Inzetjes zijn lastig, dus het moment van het inzetten van een nummer, dat gebeurt allemaal ongelijk. Dus dat moet allemaal goed getimed, goed aangegeven worden. De juiste snaar, de juiste toon, doe maar gewoon! Pim Konijnendijk, de meester die voor zijn pensioen in de klas altijd verhalen vertelde, schreef de musical. Ronald van der Schelde schreef de liedjes. Nou, je kijkt goed naar de scène. De scène heb ik ook meegeschreven, dus ik weet een beetje hoe de scène ook in elkaar steekt. Daarnaast is het zo dat je begint met een tekst. Je gaat iets maken en je kijkt of dat ritmisch lekker loopt. Of het een beetje in een cadans past. En vervolgens ga je het met muziek erbij proberen tot één geheel te smeden. De musical is een gigantisch project. Niet alleen van de 10 basisscholen van Stichting H3O. Ook 2 kunstaccentklassen van het Insula College doen mee. Dus het is niet alleen een musical, maar ook gewoon een prachtig project van samenwerking. De musical wordt op 22 en 23 november 's morgens en 's avonds uitgevoerd voor in totaal 1800 man publiek. Klasgenootjes, onderwijzers en natuurlijk ouders.